koken vandaag. En vandaag maak ik een spekjespasta met een saus van boursin en crème fraîche. Super zwaar. Het is zeker geen gezond gerecht, maar wel heel erg lekker. En om het ietsje lichter te maken gebruiken we geen spaghetti pasta, maar een iets lichtere variant, namelijk courgette. En die gaan we zelf punten slijpen, zeg maar. Laten we gauw beginnen, want ik heb inmiddels best wel honger gekregen. Wat heb je nodig? Nou, niet eens zo heel veel. Allereerst een zak spekjes, want het heet natuurlijk niet voor niks spekjespasta. Een pakje boursin van 150 gram. 1 klein kuipje crème fraîche. 2 courgettes, niet te dik, want dat past niet goed in de puntenslijper. En een stuk of 3 preien. Nou, we beginnen natuurlijk door het gas aan te zetten, of de elektriciteit als je elektrisch kookt. En dan bakken we eerst de spekjes. Ik doe geen olie in de pan, want spekken is al vet genoeg. En omdat ik voor 3 personen kook, gooi ik de hele zak in de pan. Nou ja, niet de zak, maar de inhoud ervan natuurlijk. Terwijl de spekjes bakken, op laag vuur doe ik dat, snij ik ook alvast de prei in halve ringen. En als de spekjes er ongeveer zo uitzien, dan doe ik ook de gesneden prei in de pan. Dat gaan we dan weer roeren, roeren, roeren. Mooie kleuren vind ik dit altijd. Totdat de prei een beetje zachter geworden is. En dan is het tijd om de boursin toe te voegen. Flop, daar gaat hij. En meteen daarna ook de crème fraîche. En terwijl dat allemaal gaat smelten en saus gaat worden en zo, ga ik verder met het tofste deel van dit gerecht, namelijk de courgette. Daarvoor snij ik de kontjes van de courgettes af en daarna maak ik er lange slierten van met dit puntenslijperachtige apparaatje. Een Spirelli heet dat. Vet handig. Ik gebruik hem niet eens alleen om courgette mee te maken, maar je kunt er ook hele fancy salades mee maken bijvoorbeeld. Als de saus helemaal zacht is geworden, ongeveer zoals hier, dan is het ook tijd om de courgette erbij te gooien. Dat doe ik altijd als allerlaatste, omdat de courgette anders heel zacht en breekbaar wordt. En dat wil je niet, want dan lijkt het niet meer op spaghetti, maar meer op snot. Ik roer het nog wel eventjes door, zodat de courgette ietsje zachter kan worden. En natuurlijk ook zodat alle ingrediënten goed gemixt zijn. Maar dat duurt zeker niet langer dan 3 minuten. Uit de courgette komt nog best wel veel vocht, dus de saus is in het begin een beetje waterig. Maar laat het maar gewoon even pruttelen, dan wordt de saus vanzelf weer wat dikker. En als de saus dan eenmaal dik is, dan zou je zoiets moeten hebben als dit. Een lichte courgette met een heerlijke spekjesaus die onwijs vol is van smaak. Eventueel kun je er nog iets van peper of parmezaanse kaas aan toevoegen, maar zelf deed ik dat vandaag niet. En dat was hem, ons familierecept voor spekjespasta met prei en boursin. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je dit ook gaat maken, laat het me dan zeker even weten. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg! Een van mijn favoriete aankopen van afgelopen half jaar is dit horloge van Clues. Wat ik zo fijn vind aan het horloge, naast het feit dat ik hem heel erg mooi vind, is dat hij ook heel erg lekker draagt. Want wat ik veel met andere horloges had, met nep leren bandjes ook vooral, is dat je ze gewoon heel erg voelt zitten.